Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gianan Schaven en vandaag zijn we aanbeland in Italië. Aflevering nummer 14 alweer. Maar heb je die vorige video in België gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dan kan rechtboven het i'tje. Klik erop, zie je de video verschijnen natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Zeker weten doen. Gewoon doen. Waarom niet? Waarom wel? Boeit mij geen reet als je het maar gewoon doet. Nee, even wat anders. Abonneer gewoon voor meer zou ik zeggen. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Dus je geen enkele aflevering van mij mist. De agent. We hebben wat contracten onderhandelingen namelijk. Klassement. Staan er goed voor. Staan er heel goed voor. Over 200 punten. We hebben nog op 195. Ja, dus we hebben volgens mij 32 punten voorsprong, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik helemaal niet goed. We hebben 52 punten voorsprong. Wauw, dat is groot. Dat is heel groot. Dus we kunnen het lekker rustig aan gaan doen. En we klimmen richting McLaren voor P2 in het constructeurskampioenschap. We hebben een aantal contacten gekregen van Force India, Mercedes, Williams en Lotus. Nou, Lotus die wil mij $6,500... per jaar bieden, doen we niet. Williams wil mij $11,000 bieden. Doen we ook niet. Ja, het is wel verleidelijk, maar nee, dankjewel. Force India dan. Ook $11,000. En Mercedes $10,000. Nee, doen we niet. Dat doen we gewoon niet. We slaan die offer gewoon af. En Virgin $7,000. Dat vind ik te weinig. Ik vind dat te weinig. En wil ze gaan dwingen tot $12,000 per jaar. Wie weet. Het kan. En zo niet heb je altijd de mannen van Ferrari. Of Red Bull. Of McLaren die me misschien willen wegkapen. We doen 30%. Ik zit even te twijfelen namelijk. 30% vind ik goed. En dan zou ik zeggen, dan is het op naar de wedstrijd hier. Sorry, naar de kwalificatie hier in Italië. Voor de wedstrijd. In Italië natuurlijk. Kwalificatie belooft gewoon, zoals altijd, spannend te gaan worden. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker droog weer hier in Monza. We zitten hier al een klein beetje door. We prutsen daarmee onze eerste run over dat broodje. En deze ronde wordt hem sowieso niet. Maar maken hem gewoon af om te kijken waar we staan. Om allemaal even te checken of alles goed staat. En of dit misschien wel de pole position wordt. Ik denk van niet, maar je weet het maar nooit. Iets te wijd daar. Over dat broodje zijn de auto daar een beetje kwijt. Maar redden hem gewoon goed. Ook weer iets te wijd bij Ascari. En hier het grind geraakt. Net niet een spin. Ook grind op de banden opgepikt. Dat gaat onze ronde beïnvloeden. Dan komen wij bij start-finish. En deze rondetijd wordt een 1.34.3. Voorlopig pole, maar ik denk dat iedereen sneller gaat dan mijzelf. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Deze keer nemen wij de eerste en tweede bocht wel goed. Zoals het hoort. Is het op naar bocht nummer 3. En dan de ronde afmaken en kijken waar we dan staan. Di Grassi op P3. We zijn 1,8 seconden sneller dan Hamilton in sector 1. Komen aan bij de laatste bocht. Doorverwezen naar P8, maar dat wordt hopelijk de pole. En dat is de pole met een 1.27.1, jazeker. En zijn 2,6 seconden sneller. Awesome! Awesome result! Where did that come from? Pole! Pole position, mate! Hey, well done! Zeker goed gedaan. Op naar de wedstrijd. Titelrivaal Webber op P3. Dus er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor. Aflevering 14 van F1 2010.
Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de pitbox. Het is hier aan het regenen bij mij thuis. Dus het kan zijn dat je wat regendruppels op het platte dak hoort kletteren. Het is wat het is. Ik probeer er zoveel mogelijk van te dempen. Maar ja, het is niet anders. Starten op de option banden. Want de prime zijn unavailable. Die kan je helaas niet pakken. Dus dan moeten we dat andere maar eventjes gaan doen. Namelijk 18e of daarboven moeten we gaan finishen. Gaan voor een droge car setup. Met hoge topsnelheid, lage downforce. Is de auto wat overstuurachtig. We zitten gewoon even te kijken wat het beste is. En is het op naar de wedstrijd hier in Italië voor aflevering nummer 14 van F1 2010 Career Mode. Wij starten op pole position. Blauwe hemel in Imola. Goed om te zien. Op naar de 5 rode lampen. Fantastic result at the last race. It'd be nice to see another podium here. Anyway, give it your best attempt. Opnieuw een podium moeten we gaan halen in deze grote prijs. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Alonso naar P2. Webber dus op P3 vertrokken. Pakt al gelijk Alonso. Alonso kakt helemaal in. Wij naar de leiding. We hebben daar Webber aan de binnenkant. Maar Button naar P1. En daar is iets gebeurd. Webber teruggevallen. Op het gras geduwd door iemand. Ik denk door Button. En Mark Webber valt helemaal terug. Wij dus aan de leiding. Button op onze kielzog. En Vettel valt Button al aan. Banden en remmen in optimale temperatuur. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Achter mij. Maar ik weet niet wie dat is. Vettel is weg. Petrov naar P3. Hamilton op P4. Button nog steeds naar P2 in de wedstrijd. Beide is nog steeds aan de leiding. Waar rijdt Mark Webber? Ik denk op een P8. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker, want ik kan hem ook helaas niet zien. Maar wij zijn wel 1,4 seconden sneller. En Button is een halve seconde langzamer dan mijn vorige beste tijd. Ronde nummer 4. En we gaan naar binnen in rondje nummer 5. Button is 2/10 sneller. Wij duiken voor de harde banden. Ik denk dat Button en Hamilton hetzelfde gaan doen. Mark Webber is helemaal teruggevallen tot P7. Hamilton gaat door, denk ik. Kijken wat deze pitstop wordt. Hoop ik dat hij snel is. We moeten wachten. En dit heeft ons tijd gekost, want Button is ons gepasseerd. Jammer, maar helaas. Wij vallen terug tot achter Bruno Senna. Nee, tot achter Sebastian Buemi. Zit aan de binnenkant. Dat is Barrichello, excuseer. Maar wij houden die plek mooi door laat in te remmen bij de Braziliaan. En dat is P9. Nu moeten we naar Sebastian Buemi toe rijden in deze grote prijs. Het gaat hier flink tekeer met regen, dus hopelijk dat dat niet verstoort. Maar goed, ja, wat ik al zei, plat dak, krijg je dit. Buemi gaat verdedigen in de remzone. Toucheren elkaar daar wel een klein beetje, maar het is P8. De volgende heet dan, wie is dat? Geen flauw idee. Bruno Senna in de HRT moet nog een keer naar binnen met nog 6 ronden te gaan. We hebben hier een betere exit dan de Braziliaanse coureur. Slipstream pakken. En naar de buitenkant, jazeker. En het is P7. De volgende heet dan Jenson Button, die ons heeft gesprongen in de pitstraat. En de engineer is blij, want we zijn een paar plekken hoger dan waar we zouden eigenlijk moeten eindigen. We zitten in de slipstream van Jenson Button. Hij valt Hulkenberg aan, maar dat lukt niet. Wij vallen daar de beide rijders aan. Diep remmen naar Hulkenberg, dat lukt. Schiet er een klein beetje door en raken per ongeluk Nico Hulkenberg. Hulkenberg weg in deze grote prijs. Groene vlag wordt gezwaaid, we kunnen weer racen. En nu is het slipstream pakken naar Shandok. Webber P14 is naar binnen geweest. Di Grassi moet nog een keer volgens mij naar binnen.
We vallen Shandok aan die binnenkant. Jazeker, maar schieten iets te ver door over die curbstone. En dat is een voorvleugel. Touché met Karun Shandok. We zitten in ronde nummer 11 als we daar Vitantonio Liuzzi, de thuisrijder, hebben voor Force India. Maar hij duikt naar binnen. Hetzelfde geldt voor Alonso en Lewis Hamilton. Jazeker, en wij rijden weer aan de leiding. De jongens achter mij gaan naar binnen voor een late pitstop. Gaan naar de harde band. Zijn heel laat naar binnen gedoken in deze grote prijs. Wij hebben dat dus niet gedaan door in ronde nummer 4 te stoppen namelijk. En dan zitten we weer in ronde nummer 9. Als we daar een klein foutje maken door de curbstone. Button naar P2, Alonso 3, Hamilton 4, waarheid Mark Webber. Geen flauw idee, maar dit zou betekenen dat de achterstand nog groter wordt. We moeten wel de concentratie houden, want het ging daar bijna mis. De auto mooi gered, we zijn wakker geschud. En nu de concentratie gewoon nog zien te houden. Met nog 2 rondes te gaan. We zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. Ronde nummer 11 alweer. Hamilton 4, Alonso 3, Button 2. Wij dus aan de leiding in de grote prijs. De linker voorband gaat erg aan. Maar dat is allemaal geen probleem. Wij gaan hier dus alweer een wedstrijd winnen. En pakken dat record af van de meeste achtereenvolgende overwinningen. Wij hebben er nu volgens mij 10? Of 9, ik weet het al niet meer. Of we staan gelijk. Anyway, weer een overwinning. Goed gedaan. Op naar de volgende race in Singapore. Congratulations, mate. That's a fantastic win. Simply fantastic. Hey, nobody expected that result. Wij zijn dus winnaar geworden van de Grote Prijs van Italië. 19 seconden erachter eindigt Button op P2. Alonso voor het thuispubliek op P3. Hamilton pakt Webber. Jazeker. En zo vergroten wij alweer de voorsprong naar de Australische coureur. Goed gedaan. Heel netjes. Liuzzi voor zijn thuispubliek naar de punten. Rosberg naar de punten. De La Rosa naar de punten. Dus dat is allemaal wel snor namelijk. Niemand uitgevallen volgens mij. Het was Petrov die gespind was volgens mij. Anders had hij een podium kunnen pakken. Dus dat is wel jammer dat dat zo eindigt. Voor hem. Mijn teamgenoot eindigt dus ook niet in de punten. Dat is eigenlijk best wel jammer. Maar goed, het grootste voordeel is dat Webber op P5 eindigt. En wij dus op P1. Pakken gewoon even weer 15 punten ten opzichte van Webber. Goed gedaan. Ja, Petrov 11e. Helaas. Di Grassi 22e. Amazing display. 7 wins in a row. Other than you, only Ascari and Schumacher have achieved that. Outstanding. Congratulations. 7 achtereenvolgende overwinningen gepakt. Staan nu gelijk met Alberto Ascari en Michael Schumacher. En 272 punten is het voor ons. Dat verschil naar Webber is 67 punten. Wordt alsmaar groter en groter. Dus dat betekent wereldtitel. Die is van mij. Als we het niet uit handen geven. Hè, want dat kan ook nog. Maar ja, Webber heeft gewoon 2 races nodig. Waarin ik niet moet scoren. En hij alles moet pakken. En zo sta ik nog steeds aan de leiding. Klimmen dichter bij Red Bull voor P2 in het constructeurskampioenschap. De strijd is hier nog volop bezig tussen mezelf, Virgin Racing, McLaren en Red Bull. Het hout begint hier lekker te kraken, maar goed, het is wat het is. Renault have come in with an offer for you. They're really interested in getting you into their car next year. Renault heeft mij een offer aangeboden voor volgend seizoen. Bieden $11,500 voor een jaar. De baas is happy en ik wil graag meer van mijn team. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike deze video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 content. Ik kom niet goed uit mijn woorden, maar goed, het is wat het is. Abonneer gewoon voor meer. Alsjeblieft, ik heb het gezegd. Gewoon doen, belletje aanzetten alsjeblieft. Zo mis je geen enkele aflevering meer op mijn kanaal. Like de video als je hem leuk vond.
Kom ik even op de sociale media. @Gianlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruiker verzamelt in de beschrijving. Dit was het Gianland mensen. Tot de volgende keer bij F1 2010 of F1 22. We gaan verder waar we gebleven waren met meer content. Tot de volgende keer.